hele hete nazomer, want op 14 en 15 september dan wordt op het strand Dulde het Beach on Wheels georganiseerd. Een prachtig evenement wat voor het eerst is en waar een aantal hele serieuze aspecten in zitten, Arjan. Hè? Ja, een tweedaags evenement waarbij ook motorsport zit. De MON organiseert een wedstrijd hier op de zaterdag en op de vrijdag hebben we een wedstrijd voor de regio meer. Voor de Brommercross die we hebben, een boerenbrommercross, een fietscross, BMX-cross. En de vrijdag is er ook een boerennachtcross die 2 uur duurt. Dat is uniek, want dat is voor het eerst in Nederland hè, dat er een nightcross is. Ja. Een nachtcross is uniek, een Le Mans start is uniek, dat kennen we helemaal niet. Nee. En we hebben ook nog een extreem stukje in zitten. Dat is wat is dat? Ja, dat is heel extreem. Dat is een bak waar bomen liggen, waar banden liggen. Waar mensen moeten martelen en ploeteren om er doorheen te komen. Maar degenen die zeggen ik wil daar niet doorheen, die kunnen er ook omheen rijden. Dus een stukje om, maar net zo mooi. Maar degenen die het lef hebben en durven, die zullen daar heel veel terrein winnen. En dan hoe want ze gaat donker in. Het is, je zegt, de nightcross. Het donker in, ja. Dat is leuk verlicht. We hebben hier allemaal fakkels staan, dus het is met fakkels verlicht, heel leuk. En daar moeten ze er langs heen rijden. Zijn de prijzen te verdienen? Ja, Euro heeft mooie oliepakketten beschikbaar gesteld, tot zelfs 500 euro. Ah, zo. Ja, die jongens zijn in één klap zijn ze binnen wat de olie betreft. Ja. We hoeven voorlopig geen olie te kopen. Mensen die meedoen, die mogen ook blijven overnachten of moeten ze een duur hotelletje in? Nee, er zijn hier meerdere slaapgelegenheden. We hebben hier zelfs een camping. We hebben een prachtig mooi hotel, het Postillon. Ja? En ze mogen hier op het terrein overnachten. En dan de volgende ochtend vroeg opstaan, want jullie hebben een speciale service. Ja, de ontbijtshow die begint om 7 uur. Dan krijgen ze een lekker ontbijtje voor een paar muntjes. En dan kunnen ze beginnen met inschrijven, met aanmelden. En daarnaast beginnen de trainingen en om 11 uur de wedstrijd op zaterdag. De suikerspin is de lekkere poffertjes voor de kinderen. Ja. En is een hele, ook nog belangrijk voor de kids, ook heel veel te doen. Trampoline, ja. Luchtcursus. Zijn er ook quads? Quadjes zijn er ook voor de kleine kinderen. Ja. 50 cc'tjes voor vanaf 5 jaar. Ja. En tot 1 jaar of 10 mogen ze daarop rijden in verschillende baantjes. Ja. Als ik dan naar die zaterdag ga, die staat helemaal in het teken van motocross. Maar het is natuurlijk veel meer te doen. Nou, ja. Motocross is een klein deel van de dag, wat wel een heel belangrijk deel van de dag is. Maar daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel facetten van allerlei activiteiten. Zoals? Ja, we hebben een hele mooie kraan, die is 90 meter hoog, waarmee men vanuit de lucht op een tribune kan kijken, genieten van het hele park. En zelfs nog even in Amsterdam kan zwaaien. Mark Koopman met zijn Bandit. Er is ook een treintje, heb ik begrepen. Hè? Jullie hebben een Boulevard Express geopend. De Boulevard Express, de Route 66 naar Horst, Strandhorst. En weer terug, dat mensen kunnen genieten van de natuur, die hier ook heel mooi is natuurlijk. En dan kunnen kinderen met hun ouders in eventueel. Als je zegt natuur, dat staat een beetje haaks op natuurlijk het motocross. Het groene gedeelte is hier zeker aanwezig. Er zijn elektrische auto's, elektrische motoren, elektrische scooters. Daar kan men in zitten en op sommige voertuigen kan men zelfs proefrijden. Ook elektrische fietsen, zijn die er ook? Elektrische fietsen, ja, die zijn er ook. Zand, dat smaakt naar Dakar, hè? Ja, dat klopt. Nou ja, zoals Euro is dus een hele grote sponsor van het evenement. Maar een heleboel jongens zijn door Euro gesponsord en het VKMN-team. Ja. Oh ja. Jos Mink met zijn team. Peet Stijkel zit erbij. Een heleboel jongens hier uit de buurt, maar ook landelijke jongens die door Euro gesponsord worden, zijn hier. Maar die Dakar jongens geven hier een demonstratie. Ja. Dus dat zal natuurlijk ontzettend veel publiek aantrekken. En de mogelijkheid is, heb ik begrepen, om mee te rijden met die auto's. Hè? Als dat de banen toelaat natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Wat is er nou nog voor de vriendinnen, voor de mama's en voor de oma's misschien wel die meekomen? Er is een sauna van Sauna Droom. Sauna Droom, ja. Ja, waar men allerlei beautybehandelingen kan krijgen. Ja, ik heb zelfs begrepen dat er worden bepaalde schoonheidspakketten worden daar weggegeven. Ja, klopt. Ja, dus de dames hoeven niet aan de kant te gaan staan te kijken. Klopt. Het is belangrijk dat je op zijn minst gaat naar de site. Dat is www.beachonwheels.nl. En daar kun je dus inschrijven in de verschillende klasses. Daar moet je inschrijven. Je moet inschrijven, want men schrijft niet in, kan men niet meedoen. Oké. Want één ding is zeker dat you meet the nicest people op Beach on Wheels 14 en 15 september 2012 op het strand van Nulde in Putten.